Welkom alweer bij de 13e les over het programmeren in Python. In de vorige les heb je geleerd hoe je een while loop maakt, hoe je dus kan herhalen met een while loop. De while loops die je in de vorige les hebt gemaakt, of die we samen hebben gemaakt, die hadden een hele duidelijke voorwaarde. Dus je wist eigenlijk van tevoren wel hoe vaak Python iets moest gaan herhalen. Nou, heel vaak is het zo dat je een while loop wil hebben, of een loop wil hebben, wat niet zozeer moet gaan stoppen na een bepaald aantal keer, maar wat moet gaan stoppen op basis van de input van de gebruiker. Zie hier een voorbeeld van een while loop. We noemen dit ook wel interactieve loops, dus loops die dus mede afhankelijk zijn van de invoer van de gebruiker. Dat is het interactieve eraan. En ik heb hier een functie met een interactieve while loop. Een interactieve while loop is een while loop die meestal begint met while true. Dus zolang iets waar is, dus iets zal waar zal altijd waar zijn. Dus deze blijft gewoon de hele tijd loopen. Maar op deze regel zeg ik van, vraag eens even wat de gebruiker wil gaan invoeren. En als het ingevoerde woord gelijk is aan stoppen, dan doe ik break. En wat betekent break? Break betekent, no matter what, ga nu direct uit de loop. Dus break betekent dat je meteen uit de loop moet gaan. Dus zodra een gebruiker het woordje stoppen invoert, dan moet hij gaan breken, dan moet hij dus uit de loop gaan springen. En anders zeg ik hetgeen wat de gebruiker heeft gezegd, maar dan in hoofdletters. Dus ik zeg, of als het kleine letters zijn geweest dat hij heeft ingevoerd, dan maak ik daar hoofdletters van. En als het hoofdletters zijn die zijn ingevoerd, dan maak ik daar kleine letters van. Dit is een functie dat heet swap case, oftewel verander de grootte van verander de case van de letter. Dus als het een hoofdletter is, maak daar een kleine letter van. En als het een kleine letter is, maak daar een hoofdletter van. Nou, laten we even deze functie gaan aanroepen. Interactieve while. Look F5. Ja hoor, ik vind het goed. Nou, geef een woord. Ik zeg hoi. En hij zegt van ja. Jij zei hoi. En zie je nou dat hij weer herhaalt. Dus hij zegt van oh. Ja. Hij vraagt mij weer om een woord. Dat is, betekent dus dat de while gewoon doorgaat. Zolang ik geen stoppen invoer, zal die while altijd doorgaan. Dat komt door deze regel. While true. True is dus altijd true. Dus de voorwaarde is true. En als de voorwaarde true is, dan zal die altijd blijven doorlopen. Nou, hoi wordt dus hoi in hoofdletters. Maar stel je voor dat ik hoi of hallo in hoofdletters invoer, dan maakt hij daar dus kleine letters van. Maak ik een woordje wat zowel kleine letters als hoofdletters bevat, dan geeft hij mij weer het omgekeerde. Maar zodra ik stoppen invoer, wat gebeurt er dan? Dan komt hij dus hier terecht. En dan zal de break uitgevoerd worden. En dat houdt in dat de while loop zal eindigen. Nou, dat kunnen we overigens ook even in een print statement even aangeven. De while loop is geëindigd zonder trema, omdat ik daar geen zin in heb. Geef een woord, stoppen, de while loop is geëindigd. Dit is dus een interactieve while loop.